En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gitter, om het gitter, allermogend heer. Want de ludie kunnen praten, toch niet laten. Ook al zes, er is dan niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Veel studenten op dit moment hebben corona. Nou hebben ze daar wat minder last van als de ouderen, maar wat vindt u van die ontwikkeling? Nou, de ontwikkeling is eigenlijk best zorgelijk, omdat je niet alleen jezelf besmet, maar natuurlijk ook de mensen om je heen. Dus, ja. Het is gewoon, er wordt niet voor niets gezegd afstand houden. Dus kijk, wij zijn één huishouden, dus kunnen bij elkaar zijn, maar de rest, ja, zorg ervoor dat je afstand houdt en gezond blijft. Ja. Toch kan ik me wel voorstellen, ik ben zelf nu al een paar jaar geen student meer, maar ik kan me wel herinneren van studententijd dat het contact met andere studenten maakt de studie leuk. En je bent natuurlijk net uit huis, je bent alleen, je bent voor het eerst op jezelf aangewezen en dan ben je juist op zoek naar een nieuwe groep om op terug te vallen en om contact mee te leggen, omdat je niet meer continu met je gezin thuis bent. Nee, dat dus, klopt, maar wij leggen nou ook contact, dus toch 1,5 meter. Dat is zo, dus ik denk inderdaad dat we daarin wat strakker zouden mogen sturen op beleid. En wat je ziet is dat er buiten de studentenverenigingen om allerlei feestjes zijn. Nou, ik denk dat dat inderdaad een zorgelijke ontwikkeling is. Dan kunnen we bijna beter zeggen, we gaan het organiseren, zodat we zeker weten dat er afstand gehouden kan worden, maar dat er wel contact gelegd wordt. Nou zijn er ook een aantal studentencafés gesloten. Ja. Moet dat met meer gebeuren, vindt u? Want kennelijk zijn ze niet in staat om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Precies, als ze in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en afstand te houden, dan niet. Want dat zijn juist de plekken waar je het kan controleren. Ja, ja. Ik ben bang dat het dan binnen huishoudens, dat het dan in de huiskamers of in studentenhuizen, dat het daar juist weer gaat oplaaien. Omdat ze dan daar in veel kleinere ruimtes weer contact gaan zoeken met elkaar. Ja, heeft ook te maken omdat de kennismakingsweken niet doorgaan en de jongeren die nu komen voor het eerst onder de vleugels van de ouders vandaan zijn. Ja, die zijn juist op zoek naar uitbreken en losbreken, ja, en contact met anderen. En ja, daar word je nu natuurlijk ontzettend in belemmerd. Ik snap de teleurstelling. Ik snap ook dat dat absoluut zorgwekkend is. En ik sta daar helemaal niet achter. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je net 18 bent, dat je dat toch wel weer even zou willen uitbreken. Nou, als u nu naast Ritter zou staan en u zou een advies mogen geven aan de jongeren, wat zou u dan zeggen? Ik zou zeggen, zorg dat je contact legt met anderen, maar op een veilige manier. En het liefst in een omgeving waar dat goed te controleren, ja, valt. Ja. En u? Ik kan daar niks op aanvullen. En de eerste tijd niet meer bij opa en oma komen? Als je te dichtbij bent geweest, ja. En als je je niet lekker voelt, ook dan gewoon blijf uit de buurt van mensen die een risicogroep vormen. Wat je nu ziet is dat we al op 1300 besmettingen zitten per dag. En in andere landen is dat nog veel hoger. En als dat vooral bij het middensegment, bij jongeren en 40 plus is, dat landt het altijd ook bij de ouderen. Dat is een kwestie van tijd. Dus dat komt vanzelf een keer bij de ouderen? Komt vanzelf. En als u de jeugd zou mogen toespreken, die studenten, wat zou u dan zeggen? Ik snap dat jullie het moeilijk hebben, maar je kan het moeilijker maken door geen afstand te houden, door feestjes te vieren. Dat is dansen op de vulkaan. Hou je in. Het is een kwestie van tijd. Dan mag je weer los. Ja, en dan komt het bij je opa en oma. Dan kan en die het weer. Kunnen er minder goed mee overweg. Hè? Dat, ja, weten we allemaal. Ja. Ja. Ik weet het niet. Het is moeilijk te zeggen, want ik ben dan 85. En ik loop gewoon over de markt en overal bij de mensen en ik drink een biertje in het café. Ik kom ook overal en ik heb nergens last van. Maar je houdt wel afstand? Ja, dat is wel redelijk. Ja, maar de jeugd niet, dat is het probleem. Ja, dan wordt het moeilijker. Ja. Ja, die hebben feestjes en dan hebben ze een paar biertjes op en dan gaan ze aan elkaar lopen hangen. Ja. En dan krijgen ze corona. Ja, maar dat als het een kleinkind is, dan komt hij ook bij jou op bezoek en dan... Ja, ja, dan wordt het moeilijker, ja. Ja. Maar wat zouden we eraan kunnen doen? Moeten we het gaan verbieden? Ja, het is al zo vaak verboden. Maar ik kan er alleen maar aan toevoegen. Die luisteren toch niet. Die doen toch wat ze in de kop krijgen en de gekste dingen. Dan kun je 10 keer zeggen, helpt niet. Helpt niet. Dus, nee. Laat het maar heen doen, laat ze maar goed ziek worden. Dan gaat het wel over. Een zinloze actie? Ja, okay. Inderdaad. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. En waarom, ja, verschrikkelijk? Waarom vinden we dat verschrikkelijk? Dat we dat ook hebben. Ja, dan? Ja,
En waarom vind je dat verschrikkelijk? Ja, ze brengen het over, hè? Ze brengen het over, ja. Ja. En dat vind ik heel erg. Ja. Ze brengen het over. Ze brengen het over, dus dat vind ik ook niet mooi. Nee, niet dan? Nee, dat is niet mooi. Ja. Nee. Dat ze dat doen. En dan wordt het gevaarlijk ook. Ja, en dan gaat het virus ook niet weg, hè? Daarom. Ja. En wat moet je eraan doen dan als regering? Ja. Ja. Of als gemeente, wat moet je eraan doen? Ja, toch de studenten wijzen maken dat ze toch afstand moeten houden. Ja, maar ja, ze hebben de barbiekjes op en dan gaan ze om elkaar nek hangen. Ja, dan moeten de knappe koppen maar iets voor verzinnen. Maar u hebt geen idee wat je eraan moet doen? Nee, ik zou niet weten wat ze hier aan misschien moeten doen. Misschien wel verbieden bij elkaar te komen. Ja, maar ik denk dat mensen toch bij elkaar komen. Ja. Dat is het toch. Dus verbieden, ja, ik weet niet of dat zin heeft. Dus een zinloze actie, meer, ja, als we dat ik denk doen. Meer... dat ze moeten, hoe zeg je dat? Dat ze meer moeten bewust zijn van, dat ze meer zich bewust moeten zijn van dat het virus ook, dat hun het virus dan ook verspreiden. Ja, want heel hard gezegd, die zouden best wel de moordenaar kunnen zijn van je opa en oma. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja. Hè? Dat is hard, hè, maar het is wel zo. Ja, het is wel zo. Ja. Er zijn ook wel gevallen bekend, hè. Ja, nee, daarom. Die bij opa en oma op visite komen, dat virus doorgeven aan oma. Ja, maar dat is ook heel gevaarlijk. Ja. Houdt u zich nog aan de regels van anderhalve meter? Ja, wij houden nu niet, maar u zit in één gezin waarschijnlijk. Ja, dat is één gezin. Ja. 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 Maar houdt u zich nog aan de regels? Nee, ik hou me aan de regels. Ja. Ja? Jij ook wel? Nee. Jij houdt ook aan de regels van corona. Ik hou me ook aan de regels. Ja. Maar gaan jullie nog dingen doen dan die niet doen die je vroeger wel deed? Ja, we verjaardagen en zo. We hebben geen feestjes en geen verjaardagen. Oh, dat heb je niet. Nee, dat heb ik ook niet. Nee. Durf je ook niet. Niet nee. Met allemaal bij elkaar. Ja. Nee. Goed. Daar gaat u ook niet heen. Nee, daar gaan ik we ook niet doen. Heen en zo en dat doe ik ook niet. Nee. Oké. Okay. Ja. Daar moet je nou rekenschap mee houden, niet dan? Het is mij duidelijk. U vindt het verschrikkelijk en u vindt het erg. Ja. Oké. Okay. Dat is gewoon jammer natuurlijk. Ik snap best dat die jongens wel wat meer plezier willen maken, want het duurt allemaal zo lang. Maar het is wel jammer, ja. 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 Vind je het ook gevaarlijk voor jezelf? Nee, ik zit daar niet zo heel erg mee. Nee. Je hebt geen kleinkinderen in die leeftijd? Ja, maar die... Dat zijn nog geen studenten. Okay. En mijn kinderen zelf, die zijn weer wat ouder. Dus die zijn dat leven ontgroeid. Ja. Nou is er heel veel jeugd op dit moment ziek. Weer 1300 erbij. Dat vind ik wel zorgwekkend. Ja, zorgwekkend toch wel? Ja, tuurlijk. Ja. Er komen nog meer nieuwe besmettingen in Nederland dan bijvoorbeeld in heel Duitsland. Wat toch veel groter is met veel meer inwoners. 80 miljoen inwoners, ja. Ja, dus dat vind ik wel, dat vind ik heel, heel erg jammer. Ja. Het gaat eigenlijk de verkeerde kant op. Is het beleid te slap? Ik vind dat onze regering tot nu toe het verrekte goed gedaan heeft. Ik ben er heel tevreden over. Ja. Te slap. Waar ik wel eens moeite mee heb, is dat als mensen op het terras er een rommeltje van maken, dat niet die mensen aangepakt worden, maar dat degene van wie het terras is aangepakt worden. Ja, maar die is er wel verantwoordelijk voor natuurlijk. Ja, maar dat lukt dan niet altijd. Als die mensen een paar biertjes op hebben, dan heeft hij ook een paar bodyguards nodig om die mensen aan te spreken soms. Ja. Dus ik snap best dat die mensen dan... dat dan liever toch maar een beetje... Redelijk machteloos zijn. Ja, in die dingen. Klopt. Ja. Dus wat dat gaat, als je zegt van treden we soms wat te laks op, te zacht op. Ja, ik denk het wel, maar soms worden dus de verkeerde aangepakt, denk ik. Ja, misschien moet de eigenaar gewoon de politie bellen en zeggen, ja luister eens, ik wil wel, maar het lukt me niet. Ja, dat zou misschien een oplossing zijn. Ja. Ik weet ook niet of ze dat doen. Nee, dat weet ik niet hoor. Want ze hebben druk zat. Ja. Ja, dat zou ik niet zeggen. Wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is het geen kogel. Wat bedoel ik, dat bedoel ik. En dat is het. En dat doe ik. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul.